Hondenbeet. We denken dat honden onze beste vrienden zijn, maar soms kunnen ze onze ergste vijanden zijn als het aankomt op onze gezondheid. Een hondenbeet kan extreem gevaarlijk zijn. Zoals we geneigd zijn om bang te zijn voor de littekens die blijven, denken we vaak niet aan andere gevaren. Honden zijn erg vaak dragers van het hondsdolheidsvirus, welke het menselijk brein erg snel infecteert en vernietigt zenuwverbindingen, welke een langzame dood veroorzaakt. Dus, wat zou je moeten doen? 1. Was de verwonding met zeep en warm water. 2. Gebruik zo snel mogelijk ontsmettingsmiddel. En 3. Dek de beet af met een los verband. Deze stappen zijn erg effectief als eerste hulp, maar je moet wel zo snel mogelijk contact opnemen met de dokter. De dokter zal zo nodig medicatie voorschrijven. We waren verheugd om jullie advies te hebben kunnen geven over wat te doen wanneer je gestoken of gebeten bent door een gevaarlijk dier. Bedankt voor jullie attentie. Als je de video leuk vond, abonneer dan op ons kanaal, druk op de bel en geef ons een like.